Good morning, wou ik zeggen, maar goedemiddag. Het is vandaag zondag. Dit is onze laatste dag. We gaan weer wat later. Laatste hele dag, sorry. Yeah. Want morgenavond vliegen we pas terug. Dus we hebben morgen overdag hier nog. Maar vandaag zijn we weer wat later dan afgesproken. Sjoek en Veer die, zijn even hun tante gaan opzoeken hier in Istanbul. En even wat afgeven en naar de Aziatische kant om even aan Veer te laten zien hoe en wat. En wat gaan wij doen? We gaan nu richting Besiktas. Ja. En straks meeten we de dames. Kom maar, ga maar erin. Yes. En wat hebben we nog op de planning? Waar gaan we eigenlijk vanavond eten? Dat weten we nog helemaal niet. Nee, dat weten we nog niet. We willen naar Jizzen, toch? Jizzen Brok. Oh ja, kunnen we ook heen. Ja. Kunnen we wel kijken of we bij Burak kunnen. Ja, dat zullen we dat gaan doen? Ja. Ja, dan gaan we wel naar Burak. Hebben we, even, hebben we dat ook gezien? Hebben we dat ook gezien. En ja, zijn restaurant is wel echt heel... Authentiek. Ja, heel leuk. Maar het eten is wel echt top. Ja, het is echt Turks eten. Vandaag gaan we een beetje toeristen uithangen, want we gaan ook nog naar de... Moskee. Naar de moskee, ja. En naar... Nou jongens, we zaten in de taxi. Ons taxi staat daar te wachten en Elif en ik zagen deze, ja, of dit boutiqueje. En toen dachten we, oh my god, hier moeten we stoppen. Dus we hebben onze chauffeur gevraagd om hier te stoppen. Het lijkt wel alleen maar alsof we aan het shoppen zijn, hè. Terwijl eigenlijk zoveel aan het doen zijn, maar even serieus. Dit is toch leuk? Planning is gewijzigd, want Veer en Sjoek zijn bijna klaar aan de overkant. Dus we gaan hun meeten en daarna gaan wij super gezellig naar de moskee. Ik heb er echt super veel zin in. En wat we daarna gaan doen, geen idee. Ja, daarna gaan we naar het museum. Oh ja, naar het museum, daarna naar Besiktas, taxi. Ja. En dan vanavond uit eten. En ja, vanuit daar zien we wel. Want het is onze laatste avond. Hey, Mer! Ja. We gaan vanavond weer tot 8 uur opleven. Nee, dat doen we niet meer. Eigenlijk moet Veer echt een broodje vis eten. Ja, hier. Echt, hè? We gaan naar Hamdi restaurant. Daarboven. Van het bijten. Dat is wat we eerst gaan doen. Hier komt Hamdi. Mooi. Mooi, ja. Ze hebben helaas geen ontbijt. Ze hebben alleen kebab. Maar wij moeten nog ontbijten, dus we gaan even ergens anders zitten. Je wacht dan hiermee dan. Ik ben hier geen rek, u zei dat, maar moe wordt met. Ik wacht hier op Checkstar. Anja wordt alles gratis. Nou, welke café restaurant zitten wij nu? Kijk hoe mooi die uitzicht, jongens. Hoe? Durban. Even kijken. In Eminönü. Niet lekker, hè, die soju? Ik was niet zoet om dit te kijken. Jongens, dit heb ik echt gemist. Hier van Rize. Dit is de enige wat ik heb gemist van Rize. En een mooi uitzicht. En een lekkere chai. Pitane. Yes. Chocolade. Hebben we een bakje? Yes. Kom maar, dit is vlog, hè? Dit is niet onze reel. Ja, gaan we kijken. Gaan we doen. Gaan doen. Ja. 1, 2, 3. Pas, weet je hoeveel hier op de grond zit? Shuki is aan het eten. How much is this one? 100 lira. Oké, Shuki is echt weg van Turkije, dus ik ga hem terug. Kan ze op haar kamer ophangen? Kan ze op haar kamer ophangen?
kijk, al die toursjoe. Oh, wat lekker. We zijn dat ze daar zin in had. Ja, in toursjoe? Ja. Hier is die brouwerij van die koffie, toch? Ja, hier is koffiebrouwerij. Hier is koffiebrouwerij, die bekende koffie. Oh, je ruikt hem ook echt. Kijk die rij, hoor je wat een drukte hier. Ik wil hun even filmen, hoe ze daar aan het werk zijn. Ik vind het wel leuk om te laten zien. Ja! Hij is van jou. Ik denk al. Ben je er blij mee? Super! Ja? Sjoek, waar gaan wij nu heen? Waar gaan we nu heen? Naar Sultan Ahmed en Hagia Sophia. Ja. Ja, daar gaan we even veer laten zien. Ja. En alle mensen kijken me super naar aan met deze vlag. Wij kunnen het denk ik niet. Nee, echt hè? Vind ik grappig? Omdat je altijd denkt aan mooie foto's maken en daarom meer wil betalen voor een wegwerphoofd. Wil je geen leuke foto maken? Of wil je maar die andere hoofddoek, is die zwart? Ja, is ook zwart. Dan kan ik weer... Ja, wat is het verschil dan? Het is niet plastic. Wat hebben jullie misschien zo'n nou ja, wij zijn nu hoofddoekjes aan het halen om daar naar binnen te gaan. Hè? Het is gewoon... Ben je kwijt voor die vijf hoofddoeken? 30 per stuk. 30 per stuk. En hoeveel waren die wegwerp? 10. 10 lira per stuk. Nou, Merwe. Oké. Moment. Yes, dankjewel. Oké, hier hebben we onze trotse Turk. Van buiten Marokkaan, van binnen een Turk. Ja, vertel. Vanaf nu zien jullie alleen nog maar deze vlag in de vlog. Waar jullie mij zien, zien jullie deze vlag. Trotse Marokkaan met de Turkse vlag. Ja. Nou, wat vind je ervan? Dat jouw zusje een trotse Marokkaan is met een Turkse vlag? Wat zei ze nou? Een trotse Marokkaan met een Turkse vlag, ja. Ja, wat vind je ervan? Ja, moet ik nou zeggen. Moet je nou zeggen? Ik denk dat we even Erdogan moeten vragen of zij Turkse nationaliteit mag. Kimlik! Ik wil graag Kimlik. Ja, je mag wel mijne. Ik zeg al dagenlang tegen mij, ik heb Kimlik. Ja. Ik hoef geen paspoort mee te nemen, ik heb Kimlik. Oké, okay, we gaan ons even bedekken. Ja. Kan het ook zo? Ja, het is echt prachtig om te zien. Maar die kruis, trekken ze die niet dicht? Nee, dit is een afbeelding. Dat is ja. Dat dus die afbeelding van Jezus? Worden wel weggehaald. Ja? En Maria volgens mij. En Maria ook ergens, maar die kruis dus niet. Ja. Het was een kathedraal. Doei doen! Nou, een politieagent heeft ons een geheime deur laten zien. Ja, die is geen geheime deur. Maar daar in het midden is het gewoon super druk. Dat zagen jullie net ook. We stonden daar in de rij. Maar hier heb je gewoon een deur waar gewoon, wat gewoon heel rustig is. En waar je gewoon rustig door kan lopen. Dollar, ja. De
het is de originele vloer, sowieso is die heel mooi om te zien. Ja. Ik heb dit nog gezien voordat het een moskee was. Ja. En het is precies die plek waar ze gekroond werden. Je bedoelt gekroond. Ja? Waar ze hier gekroond. Oh, in de welke tijd? Byzantijn. Byzantijn. Werden ze hier gekroond? Dit was de plek waar ze gekroond werden. Oh, wauw. Deze spot. Heel apart om te zien. Maar hieronder dus, onder dit tapijt, mooi tapijt, is ook echt gewoon een hele, hele mooie vloer. Oh ja, het is allemaal zo eigenlijk. Nee, dit stukje is bijzonder omdat ze hier gekroond werden. Maar de rest is gewoon ook heel mooi. Het zijn grote, hele kleine. Je ziet dat het met de hand is gelegd. Oh ja. Heel bijzonder. En boven de balkons zijn ook prachtig. Kijk, als je omdraait. Ja. Oh, moet er iets verder. Ja, kijk, daarachter zie je die muurschilderingen. Ja. Dat? Ja. Het is net een museum boven. Het is zoveel muurschilderingen. Ik denk ook daarom dat je er niet meer kan bidden. Ja, precies. Wat is het, zegt ze? Ik weet het eigenlijk niet. We hebben nog niet kunnen onderzoeken, zegt ze. Ja, ja. Ze werkt hier pas. Kom, we lopen deze kant op. Ze zijn werkelijk. Oh, bij jullie in Turkije heb je... Oké, nu zijn we bij een andere moskee. Welke moskee zijn we nu, Elif? Sultan Ahmed. Ja, we zijn nu bij Sultan Ahmed moskee. Wat? Ik dacht dat het een koers was. Je dacht dat het kan zeggen bedstijden. Bedstijden. Maar ze zijn bezig, hè? Ja, het wordt gerenoveerd. Ja, het wordt helemaal gerenoveerd. Dus het is best wel moeilijk om alles te zien. Kijk. Ja. Nou, we gaan even baklava halen. We zijn in Taksim aangekomen. En... Ja. Als je moet hier eten, krijg je zo'n mooie bak en zo. Ik ga proeven. En de tafel van stap. Ik doe alsof ik deze. Mashallah. Tashakkur. Lekker? Heel lekker. Allergie. Hij zegt dat ik allergie. Hij luistert zwaar. Ja, maar. Nee, allergisch zwaar. Vond de koester luistert zwaar. Alleen. Heel lekker. Deze moet ik nemen. Foto? Foto van $1,000. Ik ga ze drinken. Thank you. Het is dit de eerste keer, Shuki. Waar gaan wij naartoe? Naar een andere zaal. Hallo, Burak. Ik ga helemaal stuk. Deze man, een busje. De chauffeur, ja? Deze taxichauffeur, ja. Een busje morgen wil laten komen van 14 personen, zodat alle koffers erin vallen. Wij gaan morgen terug naar Nederland en wij hebben hoeveel? 12 of 10 koffers? 11, toch? Nee, we hebben 2 extra koffers. Dus 2? Ja, 2. Wij hebben 12 koffers, dus wij kunnen niet met zo'n busje gaan. En we gaan nu naar Taksim. We gaan even een beetje daar chillen, onze laatste avond daar doorbrengen en dan gaan we lekker terug naar het hotel en inpakken. Gaan jullie Istanbul missen? Zeker. Ja. Istanbul missen? Ik heb mijn kinderen gemist. Nee. Gaan we elkaar missen? Nee. Nee, grapjes, schatje. Oh, daarboven. Oh, nee. Wat heb je gehaald? Die en die. Heel leuk. Leuk. Nou, mijn vinger is over 2 seconden groen, maar maakt niet uit. Ja. Nee, doe maar hier. Dan doe ik maak wel video's in mijn. Ja. Vooral.
Wil je met me gaan? Lief, hè? Wil je vaker met me op vakantie? Zo lief. Maar je moet haar op vakantie vragen. Kijk, zo toevallig. Haar bandje is ook groen. Ja. Zaterdag is mijn lievelijke kleur. Dankjewel. Mag ik jammer? Zo goed? Ja. Dankjewel, Veer. Oh, lief. Dankjewel. Ik ben de enige van de groep die alleen zilver draagt, hè? Ja, dat heb je echt, hè? Van twee als je ook gehad. Dankjewel, Veer. Zo lief van jou. Nee, Parijs is de sleutelhanger, hier is de narrenbank. Ja? Tessje, kunnen! Groep hard! Oh ja! Oh ja! Ik ga maar! Is het maar, ga daar staan met een foto te geven? Zeg hier maar, Bert. Nee, ik had het. Nee, ik wist niet eens meer wat omdat ik. Nee. Ga hier aan, ja! Zo leuk! Ik heb de autobus gehad. Ja, if you don't mind. Zo leuk! Ik dacht eigenlijk, het is super leuk. Ik heb aan mezelf de armbandjes, thanks to Veer! Hello. How are you? I'm good. Lady Gaga. Lady Gaga, I'm John Bill of Esme. Thank you. Okay. Oscar, I'm on it. Look how sick. Whatever you like. Lady Gaga. One picture, one, two. Come on. Lekker. Wat is er altijd? Thank you. Ik haat jullie echt. Oh, ik moet het. Knijden! Ja. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Vandaag is onze laatste halve dag hier. We gaan vanavond terugvliegen naar Nederland. We gaan nu even ontbijten / lunchen bij Godiva hier in Nishantasje. Ik ben zojuist aan de cargo geweest om even een zending op te halen die vanuit Denizli was gestuurd. Koffers ingepakt en gisteren hadden we weer super laat gemaakt. En het is een geslaagde reis voor iedereen. Iedereen heeft gedaan wat we moesten doen. En daarnaast hebben we gewoon super leuke tijd met elkaar gehad. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Lekker aan de chocola. Wat gaan we hierna doen? KFC en McDonald's. Hallo mevrouw, ben je er ook bij? Ja, ik ben er. Wij zijn in Cities. Iedereen is zijn eigen ding aan het doen. Ik ben even net naar Nocturne geweest, by the way. Ik heb even een blauwe setje gehaald. Trouwens, deze heb ik bij Roberto gehaald. Ja. Maar als het maar 30 minuten duurt, anders red ik het niet. 30 minutes? Oké. Ik ga pedicure en manicure doen en Veer gaat even koffie halen bij Starbucks voor ons. Veer, ijs latte karamel groot. Ja. Daar gaan we. Zin om naar huis te gaan. Hey. Ben je misselijk? Huh? Ben je misselijk? Ik heb net overgegeven. Kijk, mijn nails. Manicure. We hebben twee auto's in plaats van één grote. Gezellig.